Hoi allemaal, Kobi hier. Vandaag wil ik met jullie spreken over roken en ex-roken. In het verre verleden was ik er zelf ook één. En er wordt altijd gezegd dat de schade blijft hangen. Zware rokers leven gemiddeld 13 jaar korter. En dat is nogal wat. En 1 op de 4 zware rokers overlijdt zelfs voor zijn 65e verjaardag. En dan die zware rokers, en hier gaat men uit van meer dan 20 sigaretjes per dag, is de levensverwachting gemiddeld zelfs 13 jaar korter dan mensen die nooit gerookt hebben. En dit blijkt uit een recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Rimbos Instituut. Ja mensen, en dat is niet niks. Maar, en daarom wil ik hier met jullie over praten, het is goed nieuws. Uit een recent verschenen groot wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gezondheidsschade van ex-rokers zelfs te herstellen is met voeding en leefstijl. Dus let wel, niet alleen beperken, maar ook herstellen. In dit onderzoek deden bijna 160.000 ex-rokers mee, met een gemiddelde leeftijd van 63 jaar en ze bestonden voor 2/3 uit mannen. Er werd gekeken naar lichaamsgewicht, het voedingspatroon, de fysieke activiteit van de personen en ook het alcoholgebruik werd hierin meegenomen. En na een onderzoekperiode van 19 jaar bedroeg het aantal sterfgevallen iets meer dan 86.000 mensen. Het bleek dat des te meer men zich aan de voeding- en leefstijladviezen had gehouden, des te lager het aantal sterfgevallen was. En ook andere onderzoeken die gedaan werden na het overlijden van ex-rokers lieten vergelijkbare resultaten zien. Nou, dit is nogal wat. De conclusie was dus ook dat vooral ex-rokers met een gezonde leefstijlverandering minder kans hebben om te overlijden aan kanker, hart- en vaatziekten en ademhalingsziektes. Dit zijn wel de 3 belangrijkste sterftecategorieën die met roken worden geassocieerd. En dit maakt me zo blij, mensen, want dit is ons vak en we helpen graag meer mensen zichzelf te helpen. Hoort u ook bij die groep die zegt van, ik heb ook ooit gerookt. Denk niet dat stoppen in 1 keer alle problemen oplost, maar doe iets met je voeding en leefstijl. Wij vinden het leuk. De 3 principes van 3Care zijn bekend. Breng je dagelijkse voeding in balans met een volwaardige multi, waar ook alle eiwitten en omega-vetzuren in zitten. Doe regelmatig je eigen APK om je lichaam schoon te maken en ook schoon te houden. En leer te leven met gezonde prikkels, oftewel de intermitterende leefstijl. Dat zijn wij. Goed, beter, best en jouw eigen gezondheid doet de rest. Daarom werken we graag samen met iedereen die het beste uit zijn gezondheid wil halen. Dankjewel en tot de volgende keer. Dag, dag.